Wij kunnen uiteraard ook het sparren met elkaar. Dan gaan we de oefeningen in praktijk brengen, om maar zo te zeggen. En we kennen drie vormen. We kennen het full contact sparren. Daar gaat het er echt wel hard aan toe. Maar dat is alleen als betrokkenen dat willen. We kennen het semi-contact sparren. En wat u voor u ziet is technisch sparren. En bij technisch sparren dragen de deelnemers geen beschermingsmiddelen. Je ziet ook de 55-plusser gewoon zijn bril op hebben. Want het is bij technisch sparren niet de bedoeling elkaar echt te gaan raken. Maar puur de techniek te gaan oefenen met elkaar. We'll be right back.